Zodat we mensen zonder tuin kunnen genieten van het groen. Momenteel zijn er reeds een aantal gemeenschapstuinen in Borgerhout te vinden, waarvan ik mag hopen dat ze niet als standaard zullen worden gebruikt voor de gemeenschapstuinen in de toekomst. En ik heb hier al eens een vraag over gesteld. De twee tuintjes van het Gravineke lijken eerder een open opslagplaats voor oude rommel en zijn blijkbaar niet vrij toegankelijk. Ook stel ik vast dat het tuintje aan de Gravienstraat meer gebruikt wordt als private parking. Groenvoorziening is een bevoegdheid van het district en gelet op de toelichting die districtsvoorzitter Preneel gaf bij Transitie Borgerhout, ligt de werking van deze organisatie het dichtste bij de districtsbevoegdheid van groenvoorziening. Daarom stel ik de volgende vraag. Welke concrete invulling heeft het districtsbestuur aan de bevoegdheid van groenvoorziening en meer bepaald bij het ontwikkelen van gemeenschapstuinen? Aan welke minimumnormen moeten deze gemeenschapstuinen voldoen? Hoe staat de schepen tegenover de huidige staat van de gemeenschapstuinen en zullen de tuinen opengesteld worden voor alle Borgerhoutenaren? Zijn er andere fracties die wensen te reageren? We gaan naar het college. Ja, ik ga antwoorden op u. Ik ga met uw laatste vraag over de huidige staat. Ik heb u vorige keer uitgelegd dat de tuin van het Gravineke, dat dat een deel tuin is, dat een stuk aan de Gijsselstraat, en dan een ander deel dat dat een private eigendom is. Dat is eigendom van de mensen die daarnaast wonen, dat stuk grond. Die hebben dat destijds aangekocht als bouwgrond. En die hebben op dit moment de toelating, want de stad heeft niet de middelen om dat te verbieden, om dat te gebruiken als opslagplaats voor bouwmateriaal. Die zetten daar blijkbaar ook af en toe hun auto op, wat niet mag, maar dat is een kwestie van toezicht door de politie. Dus ik zou heel graag hebben dat voor iedereen duidelijk is dat er een onderscheid is tussen de tuin langs de Gijsselstraat, en dat is inderdaad in gebruik door de groep van de transitiebeweging, en daarnaast hebben we het perceel aan de Gravinstraat, dat een privé-eigendom is tot op heden, en dat mag gebruikt worden als bouwopslagplaats. Nu, er is beterschap op komst, want de mensen van buurtregie zijn er op mijn vraag al sinds de zomer mee bezig. Op 31 december, de grond is inmiddels aangekocht door Vespa, dus toen ik de vorige keer de vraag stelde, dan was die aankoop hangende. Die is inmiddels aangekocht en op 31 december 2013, dat is over 2 weken precies, moet die grond ook ontruimd zijn. Er zal er ook toezicht zijn dat die grond daadwerkelijk volledig ontruimd is, dat het bouwmateriaal weg is en dat de auto's weg zijn. Nou, de vraag rond wat zijn de minimumnormen? Dus ik zal eventjes zeggen welke tuinen wij op dit moment hebben. Dat is allemaal in het hotel. We hebben dan het Gravineke en we hebben de Vaarschoppelstraat. Wij zijn met die drie groepen die daar actief zijn, hebben wij een gebruiksovereenkomst. Maar we zijn die gebruiksovereenkomst aan het bijstellen, want ook dat is vallen en opstaan en zoeken, want wij werken binnen een context die nog niet zo bekend is. Er zijn weinig andere districten in Antwerpen die dat doen, die braakliggende percelen ter beschikking stellen. Het is gemakkelijker om het te laten liggen. En dus in die gebruiksovereenkomst staan een aantal dingen, onder andere dat ze verplicht zijn om het open te stellen van de buurt. Ik zal er ook nauwlettend op toezien, hè, dus dat minimum 1,5 dag per week het open is voor de buurt. Dat dat ook duidelijk geafficheerd wordt, dat er een telefoonnummer bij komt van een contactpersoon van geïnteresseerde buurtbewoners. We gaan ook vragen aan de gebruikers om 1 keer per jaar een open tuindag te doen in het voorjaar. En ervoor te zorgen dat het initiatief bekend is bij de buurt via de kanalen van het district. Mogen ze dat bekendmaken. Daar staan ook onder andere afspraken in dat er geen vaste constructies mogen worden gebouwd, alleen zonder fundering enkel in hout. Dat er geen dieren mogen worden gehouden. Dat er geen oneigenlijk gebruik mag zijn en dus geen gebruik buiten de tuinieren enzovoort. Ik kan u die gebruiksovereenkomst, als die volledig rond is, maar we zijn in volle opmaak van een nieuwe, kan ik u die altijd bezorgen. Wat betreft de ontwikkeling van ons beleid op de gemeenschapstuinen, de tuinen die er nu zijn eigenlijk spontane initiatieven, want stukken grond die er toch maar lagen. Ik heb u al gezegd, vorige raad denk ik, en we zijn er volop mee bezig dat we een gemeenschapstuin gaan openen aan de fontein, aan het dienstencentrum. Dat is, als u voor het gebouw staat, aan de rechterkant. Dat is samen met de groendienst, samen met opsenioren en samen met de bewoners en de bezoekers van het dienstencentrum de fontein.
Ik denk dat dat een meer structurele werking zal zijn, omdat dat een stuk grond is dat dat blijft en dat eigendom is van het zorgbedrijf en dat dat blijft. Waar er ook meer toezicht zal zijn op de andere tuinen die van tijdelijke aard zijn, maken wij op dit moment een bijgewerkte overeenkomst en dan zullen wij ervoor toezien dat ze netjes blijven en dat ze opengesteld worden voor de buurt. De heer Thomas Heidemans. Ja, ik ga bij deze set niet alleen maar toe, hè, maar ik wil toch maar eens eventjes duidelijk. Wat zijn de minimumnormen voor die tuinen? Want bijvoorbeeld dat tuintje aan de Vincentestraat, dat is, voor zover ik weet, gewoon een betonvloer waar dat onkruid tussen de stenen groeit. Hey, dat er meer groen moet komen in Borgerhout, absoluut. Dat kan niemand ontkennen. Maar wat dan ook met veiligheid? Want er hangt dan een schommeltje aan een dak gebonden. Als er iets gebeurt met een kind dat eruit een schommel toppert, wat zijn de consequenties daarvan? Dat tuintje aan de Gravinstraat, u zegt, en dat heb ik u vorige keer ook gezegd, dat het gemeenschapstuintje de ingang aan de Gijzelstraat is. Maar dan moet je daar met een interhaak over dat hekje klimmen of zo, want er staat een heel groene afrastering voor. Dus uiteindelijk moet je sowieso langs de Gravinstraat het tuintje in. En hoeveel vierkante meter is aan dat tuintje? Want voor zover dat iedereen kan zien, is het precies alleen maar een vuil composthoop of zo dat dan is. Ik wil maar zeggen, ik hoop dat die gemeenschapstuinen dat ook proper gaat zijn en dat het er aantrekkelijk gaat zien voor mensen die dat dan eerder afschrikt en vuil aantrekt. Want zo is het op dit moment wel bezig. Ja, ik zal u inderdaad graag een vraag stellen over de doorgeven, maar het is niet aan ons om te zeggen hoeveel kilo courgette en hoeveel tomaten ze moeten tegen. Het gaat erover dat een stuk draakliggende grond is, perceel dat normaal niet wordt gebruikt, en maar dat we bij een groep mensen een overeenkomst maken dat ze dat in goede orde gaan gebruiken. En dat moet in goede orde gebeuren. Maar ik kan niet begrijpen dat we dat niet te strikt kunnen afbakenen, want dan haakt iedereen af. Maar ik zal in bezorgdheid nogmaals meenemen. Meneer Thomas Meijermans. Dank u.